Bij het hoofdkwartier van de NPS Grundjari werd er gisteravond een discussieavond gehouden met als titel Overleven in de huidige crisissituatie. De inleider was oud-president Dr. Anders Ronaldo Venetiaan. In zijn inleiding gaf de heer Venetiaan aan dat de ervaring leert dat veel van de klappen die de samenleving nu incasseert onherstelbaar zijn. Als extra klap geldt dat als de regering moet afwijken van het afgesproken tijdschema, het IMF de pas inhoudt ten aanzien van de overeengekomen financiële ondersteuning van het programma. Echter, we hebben ook de ervaring dat het mogelijk is om met een aanpassingsprogramma de weg terug te vinden naar een evenwichtige situatie in onze economie. Helaas, zonder automatisch herstel van alle geleden schade. Bijvoorbeeld de schade aan spaargelden en pensioenen. De regering zal moeten zorgen voor opvang, vooral van de gepensioneerden in de particuliere sector. Volgens de heer Venetiaan is het van belang dat het volk de huidige president Chandrika Prasad Santokhi niet in de steek laat. Met Chandrika Santokhi heb ik al vele aspecten van het beleid doorgesproken. Niet nu, maar in zijn voorbereidingstijd als president-elect. Nu als president heeft hij de aanwezigheid van een voorganger niet nodig of zijn kabinet. Wat hij nu nodig heeft, is een volk dat hem niet in de steek laat, nu hij moeilijke keuzes moet maken. Hij moet zijn fouten wel corrigeren, maar wij hebben hem als trekker gekozen om ons voor te gaan in wat vooraf een zware job mocht heten. Ik zeg niet dat de keuze, die moeilijke keuze die hij moet maken, is het IMF vaarwel zeggen. Integendeel moet nu blijken of de landen in zijn netwerk de rol die hij verwacht zullen spelen bij de aangekondigde heronderhandeling van het herstelprogramma met het IMF. Zal het IMF oor hebben voor de boodschap over de nood waarin het volk verkeert? Het is van belang nu wel de geleende en eigen financiële middelen niet te laten verdampen bij nieuwe afspraken met het IMF.